De gemeente Bergendal stond maandag in het teken van de herdenking van operatie Market Garden. Maandagochtend liepen de Groesbeek Airborne vrienden de jaarlijkse monumententocht ter nagedachtenis aan de slachtoffers die omkwamen. Verder was er in Beek een dagprogramma voor basisschoolklassen en is er een avondherdenking voorzien van toespraken van onder andere burgemeester Mark Slinkman. Het begin van de hevige strijd rond Market Garden kwam in 1944 letterlijk uit de lucht vallen. Parachutisten landden vooral in de heuvels van Groesbeek en begonnen daarna aan de opmars richting de verschillende bruggen over de Waal. De inname van de Waalbrug bij Nijmegen kreeg hierbij de laagste prioriteit, waardoor deze pas na enkele dagen van zware gevechten werd ingenomen. Ja, vandaag was een heel bijzonder jaar, omdat we eigenlijk één jaar voor de grote herdenkingen van volgend jaar en het jaar daarna ook nu de Amerikaanse ambassadeur op bezoek hadden. En eigenlijk nog meer speciaal de opperbevelhebber van de NAVO, generaal Scaparotti, een Amerikaanse viersterrengeneraal die hier eigenlijk bij niet is, heel belangrijk en die hier vandaag wilde zijn, omdat hij eerder in zijn carrière ook bevelhebber is geweest van diezelfde 82e divisie die Groesbeek bevrijd heeft. En daarom waren we ontzettend blij dat juist hij er vandaag ook kon zijn en hij heeft ons ook toegesproken bij het generaal Gavin monument. Marco Sillissen kreeg na de herdenking in Groesbeek een bijzondere onderscheiding. Hij werd benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ja, Marco is iemand die dus al bijna 30 jaar zich met hart en ziel inzet voor het vastleggen en verbreiden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Hij doet dat op een ontzettend breed terrein en al heel erg lang. Hij is in ontzettend nauw contact met Canada, met Amerika, maar ook heel bijzonder met Duitsland. Probeert ook steeds de bruggen te slaan met het Duitse gebied om daar iets van gezamenlijkheid in te brengen. En dat lukt hem ook heel goed. Dus we hadden vandaag ook Duitse vertegenwoordigers aanwezig die ook ondersteuning hebben gegeven aan deze belangrijke onderscheiding, ridder in de Orde van Oranje-Nassau, die hij vandaag heel terecht gekregen heeft. Hij is een van de grootste ambassadeurs voor dat herinnerings- en herdenkingsgebeuren in Nederland.